Betonelementen zijn een cruciaal onderdeel van onze spoorinfrastructuur. Wist u dat deze door Infrabel zelf vervaardigd worden in een gespecialiseerd atelier in Roeselare? Dus we zijn een werkplaats die alle betonmaterialen maakt voor Infrabel. Met uitzondering van de betonnen dwarsliggers. Dus dat zijn vooral kabels, sleuven en deksels, perronborden, overwegblokken en allerhande betonfunderingsblokken. Hier in de betoncentrale van Infrabel in Roeselare werken 38 mensen hard om deze betonstukken te kunnen leveren. De site bestaat uit twee loodsen, de betoncentrale en de metaalbewerkingshal. Hier is hij bezig met bewapening te maken voor een sterke overwegblok. Dat zijn die blokken achter die liggen als je over de spoorweg rijdt, die betonstukken. Die worden tussen geplaatst. De boog is niet altijd even gespannen. Om een welmaat in het algemeen dat je die aantal stukken hebt, vervolgens dat je dat moet maken, heb je elke tijd over voor een woordje te babbelen tegen je collega's. Maar hoe werkt nu de betoncentrale eigenlijk? Stel dat we een kabelsleuf willen maken. Eerst hebben we de correcte soort en hoeveelheid granulaten, of beter gezegd, zand- en steenslag nodig. Een verdeelband transporteert het goedje naar de vereiste silo. Om de betonmix een beetje te helpen, worden er nog hulpstoffen en water aan toegevoegd. De man die deze cocktail in orde maakt, is de centralist. Dit is Freddy, bedienaar werktuigmachines, die momenteel de centrale bedient. Hij is werkzaam hier sinds 1972, dus heeft al heel wat ervaring met het maken van beton en is nu in feite de centralist die iedereen voorziet van de nodige betonspecie. Dat de gordijn maakt dat iedereen op tijd als komt betonspecie gaat, maakt op tijd als komt dat de silo's vol zijn. Hey. Ja, en dan nog maken we dat iedereen content is op het einde van de avond ook. Hey. Terug nu naar onze kabelsleuf. Een gesofisticeerd computersysteem wikt en weegt nauwkeurig de vereiste hoeveelheid granulaten. Daarna komen ze in een vulbak terecht die de betonmix naar de mengkuip brengt. Hier staan we bij de uitwasinstallatie voor restbeton. Alle betonafval en het kuiswater wordt hier samengebracht in deze tunnel. Hierin zit een schroef die ronddraait en die de vaste materialen scheidt van het water. Zodanig dat ook het gedeelte zand- en steenslag dat nog rest kan hergebruikt worden, samen met het water voor het aanmaken van de nieuwe beton. Een belangrijk aspect is de geluidsoverlast door de aanwezigheid van verschillende trillende machines. En daarom hebben we veel aandacht besteed aan isolatie. Onder andere, gans het gebouw is geïsoleerd met isolatiepanelen. Ook de machines staan opgesteld op funderingen die afgezonderd zijn ten opzichte van de omgeving. Hoe zou het nu zijn met onze kabelsleuf? Na het mengproces komt de betonmix in een gietmal terecht. Een machine schraapt het overschot van het beton af dat later hergebruikt zal worden. Na wat kantel- en trillwerk verschijnt onze kabelsleuf. Nu nog een paar uurtjes drogen en ze is klaar voor gebruik.